Gemeentes moeten nieuwe regels en wetgeving voortaan gaan toetsen aan een lokale MKB-toets. Was getekend Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Het is kennelijk nodig. Het is absoluut nodig. Ik moet er even bij zeggen, ere wie ere toekomt. Martin Weursdorfer van de VVD heeft een tijd geleden op de dag van de ondernemer een ingezonden brief gestuurd waar hij dit adresseerde. Wij liepen er al een tijdje mee en wij vinden het nu ook tijd om dit maar eens even de wereld in te helpen. Want vanuit de landelijke overheid is er al een MKB-toets? Ja, we hebben bij het aantreden van dit kabinet hebben wij een lang gekoesterde wens van MKB Nederland gehonoreerd gekregen. Dit kabinet zegt, bij elk voorgenomen besluit of wet of nieuwe regel gaan wij vooraf, dus niet eerst de regel bedenken, nee, daarvoor gaan we consultaties doen. Dat doen ze via internet al, maar nu ook met MKB-tafels. Om met ondernemers eens te praten over wat is nou het effect van deze regel op jouw bedrijf. Want regels zijn vaak echt goed bedoeld, maar ze pakken nog wel eens verkeerd uit voor MKB-ondernemers. En daar zijn we nu zeg maar, voorzichtig eerste stappen aan het maken. Gemeenten willen een paar dingen. Die willen draagvlak voor besluitvorming, ook bij ondernemers. Maar ze kunnen ze vaak niet altijd vinden. Ze willen graag dat ondernemers tevreden zijn. We hebben binnenkort weer de MKB-vriendelijkste gemeenteverkiezing. En dan gaan al die ondernemers lijstjes invullen over hoe ze over hun gemeente denken. Nou, dat kan hier en daar nog een procentpuntje beter. En dit zou een hele mooie tool zijn om die ondernemer dichter naar je toe te halen. Nou, en daarnaast geldt nog eens een keer zo dat regels die leiden tot gedoe, al aan de voorkant, die kun je toch beter gewoon aan de voorkant ook maar vast aan de kant zetten. Dus het is een hartstikke mooi idee en een goed concept om ervoor te zorgen dat we geen onnodige regelzucht en geen regels gaan opleggen die niet gaan doen waar ze voor bedoeld zijn. Niet geheel toevallig dan de introductie van de lokale MKB-toets en de verkiezing van de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland. Nee, nou, die verkiezing hebben we al een tijdje. En dat doen we, dat is van en door ondernemers. Dus de vraag ligt namens MKB Nederland en de MKB-regio's. Ondernemer, wat vindt u van uw gemeente? Hoe presteren zij? Zijn ze vriendelijk, gastvrij, snel? Doen ze altijd wat je wil? Maar... En dan kunnen ze een formulier invullen en dat verdichten wij op gemeentelijk niveau. En dan maken we een ranglijst en dan krijg je een stand. En de laatste winnaar was Holten Rijssen in Overijssel. En dat is inmiddels wel een prijs geworden. Een award waar gemeenten echt heel blij mee zijn. Daarnaast hebben we ook nog eens een keer een provincieprijs. Nou, en zo proberen we in ieder geval die gemeente ook te attenderen op het feit dat ondernemers hele belangrijke klanten zijn. Gaat bij die honorering dan toch wel wet- en regelgeving misschien wel een doorslag geven? Bij het kunnen toekennen van die prijzen? Denk je dat het zo hoog op de agenda staat, ook lokaal en regionaal? Kijk, ik denk dat elke ondernemer, ik kan het allemaal niet per discipline invullen, maar weet je, je zult je terrassenbeleid in steden, opcenten, dus belastingen voor ondernemers, gemeentelijke belastingen. Ja, weet je, daar hebben we echt een hekel aan, hè? Onroerend zaakbelasting. Dat soort zaken, daar vinden ondernemers aan de voorkant wat van. En als je ze nou betrekt in het gesprek van waarom hebben we het nodig, wat willen we ermee realiseren, wat is de bedoeling, dan kan het best zijn dat iets waar wij eigenlijk principieel tegen zijn, bijvoorbeeld belasting, in de goede manier aangewend best wel kan leiden tot positieve ondernemers die snappen dat bijvoorbeeld de stad een niveau hoger gaat, of dat de bestrating beter wordt, of dat de samenwerking tussen ondernemers wordt bevorderd. Dus ik denk dat het in dialoog gaan met je ondernemers voor gemeenten over het algemeen heel goed is. En als dan vervolgens daar ook een hogere waardering uit voortvloeit, ja, is dat volgens mij alleen maar mooi. Voor mij wil iedereen dat wel.